De echte jungle. Zij rekenen op zak. Wat ga je doen, Matty? Ik denk zo, je mag even eierkar de bom. Kijk eens wat eruit komt. Gruwelijk, maar wat goed gedaan. Eigenlijk is dit gewoon een lopende ecosysteem. Sorry, man, bro. Kijk, gruwelijk. Strijders, mijn naam is Wildebras en sinds een kleine jongen hou ik al van dieren, vooral in het wild. Daarom moest ik wel naar Suriname komen, een land dat voor het grootste gedeelte uit de jungle bestaat. Welkom bij Wildebras in het wild. Strijders, we zijn hier zo in Suriname bij Peperpot. Een plek dat een plantage is, maar nu helemaal is overgenomen door wilde dieren. En die moet ik gaan spotten, man. Dat ga ik samen met expert doen, Dick Lok. Hij is hier aan de timer en we gaan nu gelijk knallen, man. Check mee. Hi Dick, ben je ready? Ja man, 100, zeker. Hey, we gaan sowieso gruwelijke dieren spotten, of niet? Sowieso, zeker weten. Ah, ja, let's go! Stap in, broer. Dick, je bent zoveel bezig met dieren en natuur. Je hebt verschillende bedrijven, je hebt een stichting. Is dit gewoon die lifestyle? Dit is momenteel echt mijn lifestyle, zeker. Zeker. Ja? Het is investeren, alles begint net. We zijn net pas een paar jaar bezig. Dus, ja. Deze man zet dieren echt goed. Ik dacht, als ik naar Su kom, is dit een van de plekken waar ik moet zijn, man. Peperpot, samen met Dick Lok. Gruwelijker kan niet. We zijn er. Het is goed, strijders. We zijn net aangekomen bij Peperpot. Nogmaals, een plantage dat niet meer wordt gebruikt als plantage, maar wel door de natuur eigenlijk is overgenomen. Dus we gaan genoeg dieren zien, hoop ik, man. Let's go. Oh, gewoon duwen. Nou, jullie zien het. Ik heb lang geen basic fit gepakt. Maar dat is geen stress. We worden vanzelf machine hier. Dick is even aan het ishi. Kom gelijk hier zo kijken met al deze landhuizen, Martin. Ze staan er nog steeds en ze worden gerenoveerd. Dit geeft gewoon aan, we zijn echt bij een plantage. Gewoon een plantage wat niet meer in gebruik is, wat vol met dieren zit gewoon. Zo zie je maar, natuur neemt alles over. We gaan gewoon naar die strijders kijken, man. Let's go. Ik ben liever niet te stil. Ik ben een type dat zich liever niet verveelt. Ja, check al uit, hoor. Check, check, check. Waar? Kijk hem bovenin. Check, hier. Ja toch, ik zie hem al. Ja, maar ik zie hem al. Gruwelijk. Hoe noemen ze deze in Su ook alweer? Sonloiri. Sonloiri, Matty. Dit is de drievingerige luiaard. Gruwelijk om te zien. Deze strijders in hun vacht, ze hebben gewoon bepaalde motten en kevertjes die nergens anders ter wereld voorkomen, alleen in zijn vacht. Dus eigenlijk is dit gewoon een lopende ecosysteem. Gruwelijk. Kijk hoe die daar aan het kijken is. Matty, hij kijkt gewoon richting ons nu. Deze strijders doen het altijd rustig aan. Ze hebben gelijk, sinds ik in Su ben, heb ik zoiets van... Matty, alles relaxed. We zien vanzelf wel de dieren. Je weet toch, alles komt vanzelf, Matty. Gaat erbij. Heb je hier de vogeltoren? We gaan even checken wat we vanaf boven kunnen zien. Oh ja, toch? Dan kijken we alle dieren op eye level aan. Dan kunnen we misschien wat apen beter zien, vogels beter zien. Is cool. Jullie horen het, strijders. Laten we checken, man. Kijk hem daar aan, Matty. De doodshoofdaapje. Dit is gewoon die meneer Nielson. Gruwelijk. We zijn nog niet eens boven en we hebben nu al apen gezien. Cool, gaan verder naar boven. Gaan we checken of we daar nog meer dieren zien. Ik zit alone. Je pas balance. Zie, tot wit melange. Non plus. Soms niet te vinden in je phone. Je me mélange pas. Je suis souvent perdu. Kijk die strijder daar aan, Matty. Kijk die witte kop. Lijkt alsof die zonnebrandcrème op heeft. Gruwelijk, man. Kijk hem. Losso. Check hem daar zo. Wat een soldaat. Altijd scherp om te kijken of hij insectjes ziet. Wow, yo. Ga toch kwijt. Jompo, Matty. Jompo. Jompo. Oh, hij denkt van, oh, laat me beter lopen. Ja, toch. Strijders, zoveel dieren hier bij Peperpot. En kijk, hier hebben we gewoon de kankantrie. Gruwelijk om te zien. Vaak zie je dat allemaal bomen gekapt zijn. Alleen deze blijft dan overeind staan, want ze geloven dat er een geest in zit. En als je die omkapt, dan kan die geest wel eens in jou komen. Bro, ik weet niet of wat ik ervan moet denken. Maar wat ik wel gruwelijk vind, is dat deze boom gewoon zichzelf bijna beschermt. Kijk al die pinnen aan die boom, Matty. Is toch gruwelijk om te zien, man. Bro, natuur zit echt vol verrassingen, man. Kijk deze pin, bro. Au, jongen. Dat vindt hij leuk, hoor. Dat vindt hij leuk. Strijders, we hebben apen gezien, luiaards gezien. Echt gruwelijk. Als je super bent, moet je bij deze strijder zijn. Dick, thanks sowieso. Dan mag ik eigenlijk harde box. Peperpot Suriname. Deze plek heeft me heilig veel gegeven. Niet alleen door de dieren die er nu leven, maar ook door de historie en het verleden. Wat Dick Lok me liet zien, moet ik echt nog even beseffen. Dankzij jullie support kom ik op zieke plekken. Kom, we gaan verder een paar gruwelijke dieren spotten, man. Kijk mee, strijders. Wildebras in het wild. Ik zie je kijken, je zit daar zo lekker in die sfeer. Maar vergeet mij niet aan, Matty. Like en abonneer. Vakaroofdieren, we zijn in de jungle van Suriname. We zijn bij een plek waar niet iedereen zomaar kan komen. Je hebt een vergunning nodig, maar die geven ze niet meer zomaar. We zijn hier in het gebied van de lamantijn, de zeekoe. Gruwelijk om te zien. Ik zag hem net heel kort en daarna was hij weer weg. Dus we zijn nu heel rustig aan het wachten tot hij weer naar boven komt. Ze kunnen ongeveer 20 minuten onder water blijven en dan komen ze weer. Film die kant. We dachten even iets te zien, maar het mocht toch niet zo zijn. Maar geen stress, strijders, want dit water is groter dan de Rijn.
Misschien zien we dadelijk Shi Slang of een verdwaalde konijn. Met een pissie geluk spotten we ook de Lamentijn. Let's get it, strijders. Strijders, zoals je ziet, het is het soms lastig om te varen in de jungle. Kijk. We kunnen in ieder geval doorvaren. Strijders, als je denkt, wat de hel deed wilde bras net, dat is het geluid dat reuzenotters maken. En op het moment dat je dat doet, kunnen ze dat soms terug doen, reageren ze erop en dan komen ze op je af. Alleen vandaag hebben we niet zoveel geluk daarmee, dus we kijken even verder, man. Motion, 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 zet mij niet. Stop, hier zo, boommieren. Bruwelijk, kijk hier zo, strijders, helemaal vol met boommieren hier zo. Ze maken dit met modder en met speegsel. Kijk hoe ze die osso hebben gebouwd, man. Kijk eens, en iedereen heeft zijn eigen taak aan, Mattie. Kijk hoe mooi ze dit hebben gedaan. Dit is gewoon een soort van kunstwerk. Plus ze kunnen bijten, dat voel je niet zo erg, maar het prikt wel, strijder. Kom een beetje dichterbij, volg. Mattie, het loopt hier helemaal door. Voordat je het weet, zit je onder, dus beter niks aanraken. En gewoon kijken naar hoe deze strijders aan het werk zijn, man. Kom, we gaan verder checken wat daar zo is. Jullie wat laten zien, de waterlilies. Hiermee maken we de jungle ketting. Hey, hier hebben we geen sieraden goud of zo nodig. Ja man, dat doen we precies zo. Het neemt wel wat tijd, maar kwaliteit kost tijd. Zo vast knopen. That's it. We hebben geen beden hier, maar we doen het gewoon. Kijk eens wat eruit komt. Gruwelijk man. Zo. Kijk komt nog niet. Gruwelijk man. Man is geblest. Strijder. Kijk daar zijn ze. Dat zegt genoeg aan Mattie. De Lamantijnen zijn aanwezig. Kijk daar. Zie je? Dat houdt in dat de Lamantijnen daar aan het slapen zijn. Misschien zijn ze net wakker. En je ziet gelijk een hele beweging in het water gebeuren. Je weet gewoon dat daar een grote bakbeest onder water zit. Hij was daar voorin. Ik hoor. We hebben lang gezocht en ik wou het bijna laten. Maar net voordat de kapitein Loeso ging varen, kwam uit het niets een nossel boven water. Ik heb ze eindelijk gezien, ook al was het alleen zijn neus. Mattie, deze kast is gewoon een soort vriendelijke reus. Hij heeft geen natuurlijke vijanden. Niemand kan de Lamantijn en zijn broos wat maken. En ze spenderen meer dan 8 uur per dag aan het eten van gras op de bodem van het water. Bij iemand die zo verchapt, denk je, ei nee, zo niet toch. Maar deze strijder voedt een lichaam van soms meer dan 500 kilo. Vandaag geef ik ze wat shine. Want voor ons als mens is het vaak veel lastiger om gewoon te durven zijn wie we zijn. De Lamantijn, super moeilijk om te vinden. Het feit dat wij ze hebben gezien is al echt. Dit is echt ongekend, man. Gruwelijk, gewoon geen andere woorden voor. Ik zeg jullie strijders, niet iedereen kan dit zomaar. Je hebt een dorpsbewoner nodig om hier te komen. Of je hebt een vergunning nodig, maar die verstrekken ze niet zomaar meer. Dus je hebt dan gewoon een probleem. Je kan ze gewoon niet zien. Het is dat we met een dorpsbewoner zijn, anders worden we zo weer weggestuurd. Prachtige ervaring, Mattie. Kijk hier, strijders, de helmspecht zorgt ervoor dat er allemaal gaten in deze bomen worden gemaakt. De helmspecht gebruikt deze als nest en als hij die niet meer gebruikt, dan komt de papegaai. Wanneer de papegaai aan de beurt is geweest, dan komt de toucan. Dus iedereen maakt gewoon gebruik van deze gaten. Kijk eens. Midden in de jungle van Suriname. We hebben gruwelijke dieren overal gezien en ik kan hier niet loeso zonder dat ik het water zelf in ben geweest, man. Sorry, man, bro. Hey, strijder, kom maar in. Dit is veel te gevaarlijk, jongen. Strijder, kom maar in. Hier hebben we piranhas, anacondas, caimanen. Nee, niet doen, jongen. Ik moest deze even pakken, man. Strijders, we moesten deze afsluiting voor jullie even maken, man. I love Suriname. Dus ik zeg jullie eerlijk man, de Lamantijn spotten was echt een gruwelijke ervaring. Deze ga ik nooit meer vergeten. Maar ik heb gehoord dat de inheemse bevolking hier bij Biggie Poika ook heel veel om de Lamantijn geeft. Maar er is nog iets speciaals. Jullie horen het al op de achtergrond. Muziek. Dus er is een afsluiting van iemand die is overleden. En het is natuurlijk prachtig dat we daarbij mogen zijn, want het is natuurlijk wel iets heel erg privé. We hebben het aan de kapitein gevraagd en hij heeft gezegd, we vertrouwen jullie, jullie mogen komen kijken. Het idee dat we hierbij mogen zijn is onbeschrijfelijk man. Check mee. De ceremonie begon en respect werd getoond. Geïnspireerd door Suriname
en haar prachtige natuur dat ik heb mogen zien vanaf de boot. En bij deze wil ik ook jullie bedanken voor het kijken, want we zijn allemaal weer een ervaring rijker. Support Wildebras door te abonneren en te liken. Let's get it, strijders. Tot de volgende Wildebras in het wild.